California life alone is just too hard to live. You live in a house that looks out over the ocean. We'll see stars fall from the sky. I'm the number one player on the San Francisco Heat. Van het accordeonroute die we ingebracht hebben op reis. Wie heeft die ingebracht, Jeff? Die heeft de Opperman, Open Monumenten Stichting. Ja. Heeft die bij het programma ingelast, omdat wij de twee enige afbeeldingen hadden van Napoleon bij dit verhaal. Zowel koning Lodewijk Napoleon, die hier ontvangen wordt op de heuvel en toegezongen wordt door de Latijnse school. En we hebben hier het glas- en loodraam van de keizer, keizer Napoleon, die eerst zijn broer afgezet heeft en vervolgens hier orders af komt geven op het kasteelplein in Breda. Daar audiëntie houdt voor alle wereldlijke en geestelijke mensen uit Breda en omgeving. Ja, en dan komt de dictator zelf kijken en die besluit dan dat monsieur van Dongen, de vicaris die het bisdom Breda leidde, dat hij de orders voor het op moet volgen van de keizer en niet meer van de paus. Dus het benoemen van bisschoppen doet de keizer en ook de priesters worden benoemd door de keizer. En dan was je het niet mee eens, de vicaris van het bisdom Breda. En toen werd het hele bisdom Breda opgeheven en kwam te vallen onder het bisdom Mechelen. En sinds die tijd heeft het heel wat jaren nog geduurd voordat het bisdom Breda weer op eigen benen kon staan. Dat is toen met de hiërarchie in 1853 gebeurd. Het stond geproclameerd door Lodewijk Napoleon. Mei 1810 gaf keizer Napoleon audiëntie in het gerechtshof te Breda aan de wereldlijke geestelijke autoriteiten, welke laatsten vertegenwoordigd werden door monsieur van Dongen. Staande tegenover deze moedige vicaris apostolicus heeft Napoleon zich aan de rechten der kerk vergrepen door te verklaren dat niet de paus, maar nu de keizer het recht had de bisschoppen te benoemen en dat hij alle Roomse priesters die niet voor den in den banvloek geslagen keizer wilde bidden, zou verspreiden. Als de Joden tenslotte deelde hij het vicariaat van Breda wederrechtelijk in bij het bisdom Mechelen. Nou, de omzet moet je dan ook ja. Maar als iedereen zijn eigen houdt, dan was het wat simpeler, hè? Maar dan zou het zijn. Die regeltjes zijn niet voor iedereen zo duidelijk. Nee, absoluut niet. Moest je daar knielen? Ja, daar even verstoorde die een luikje open. Ja. Drie weetje groeten en drie onze vaders. Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.